Wat doen we hier vandaag? Ja, ik heb net een studeeruitreiking gehad, dus ik heb een studeer al fysiek in de hand. Dat betekent ook weer vanaf vandaag uit is landelijk. Vanavond om 7 uur wordt hij uitgebracht dan. Hè. Maar ik heb hem dus, hij is dus officieel uit. Dus een geboorte, laat maar zeggen. Zanger Alvi Kroese lanceert vanavond zijn nieuwe single Kerkdorp zonder kerk. De single gaat over de massale sluiting van kerken in onze streek. Twente FM was aanwezig bij de singlepresentatie in Ruinen. Waar gaat je nieuwe nummer over? Het gaat over een kerkdorp zonder kerk. Maar dat dekt de lading al. Hè? Dus lukraak in Overijssel en Twente worden zomaar kerken gesloten. En dus ook in Langeveen, kerk waar ik deel van uitmaak. En niet dat ik nou zo'n hele fijne, gelovige man ben, maar het is wel een deel van het geheel. Hè. Een dorp zonder kerk, een dorp zonder kroeg, dan is het bijna geen dorp meer. Kerstmis zonder kerstdienst of een uitvaart zonder kerk, dat is toch wel een heel rare gedachte. Dus daar gaat dit liedje over. Dus echt wel autobiografisch. En het gaat over hoe het zou zijn als er geen kerk zou zijn. En wat het met de leur doet, hè, in Twents. Ja. Heb je nog een bepaald doel met het nummer? Nou, ik hoop in ieder geval dat de mensen die het bedacht hebben om met lukraak maar kerken te sluiten, en dat zonder enige vorm van overleg, dat die nadenken wat ze aan het doen zijn. En ik kan het niet veranderen. Ik zit niet in de politiek en ik kan daar niks aan doen. Maar ik hoop dat ze denken van, dat is toch niet zo'n heel goed plan. We moeten dat misschien toch eens even een keer herzien of bekijken. Vanavond komt hij uit, waar kunnen mensen beluisteren? Vanaf 7 uur vanavond is hij te zien via Spotify, YouTube, via mijn eigen website alvikroese.nl. Waar niet, zoek hem maar op. Vast wel te vinden de clip. En het liedje komt landelijk uit. En ook via Spotify of via hier fysiek te koop zelfs. Dus is er. Vanaf vandaag gaat het landelijk los. En hoe voelt dat? Ja, mijn kindje. Ja, top. Ja, nee, natuurlijk, dat voelde heel goed. En ook wel dubbel, want hij zat dit, noem ik hem loslaten. Hè. Ik heb hem heel veel zorg gemaakt. We hebben heel lang in de studio gewerkt aan dit nummer. En met het arrangement zo goed mogelijk te maken wat past bij de lied. Met Evelien en Martin Sterken. Een heel team van mensen hebben hier echt aan meegewerkt. En het koor Courage en ja, wie niet. We hebben heel veel zorg aan besteed. En als het nu klaar is, dan hoop je ook dat het aanslaat. Dat het draagvlak krijgt, dat het gedraaid wordt. Dat is belangrijk, daar gaat het om. Hè? Ja. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Graag gedaan.